In deze film ga ik de huid wat lichter maken. En dat doe ik door verschillende stappen. Ik begin allereerst gewoon om een nieuwe laag aan te maken en dat doe ik met Ctrl J. Ik dupliceer de oude laag. Waarom doe ik dat? Nou, we gaan een effect toepassen wat op de huid toepassing heeft en daardoor moeten we dingen gaan veranderen. Ik ga allereerst de huid wat zachter maken. Als ik bijvoorbeeld inzoom naar 100% dan is hij net niet perfect. Komt aardig in de buurt, maar hij is het net niet. En dat ga ik doen door de laag om te zetten naar een slim object. Ik klik er met rechts op en ik selecteer in de lijst omzetten naar slim object. En waarom doe ik dat? Ik ga dadelijk een filter toepassen waarmee ik het zachter maak. En als dat eigenlijk naderhand net niet naar mijn smaak is, dan kan ik met een slim object altijd terug. Je ziet ook dat er bij de laag een klein vierkantje komt. Nou, dat wil zeggen dat het een slim object is. En ik ga naar Filter Vervagen en ik kies in dit geval voor Oppervlakte Vervagen. Er zijn verschillende manieren om een huid te verzachten. Um, dit gaat even om het totale effect En ik vind dit op zich een makkelijke en snelle manier. Gaat het niet om het uh, lichter maken van een huid, zou ik een andere vorm kiezen. Je hebt hier twee opties, straal en drempel. En de straal bepaalt eigenlijk je verzachting. Als ik die bijvoorbeeld eens op 20 zet, dan zie je uiteindelijk in de achtergrond dat er het een en het ander veranderd is. En dit is te zacht. Ik ben hier nou gewoon details in kwijt. En ik kies dus gewoon voor een laagwaarde, in dit geval 2. En de drempel bepaalt wanneer het effect gaat beginnen. Goed, ik klik op oké. OK. En je ziet dat bij mijn laag er een groep bij komt slimme filters. En zou ik nou op oppervlakte vervagen dubbelklikken, dan ga ik weer terug naar het filter en kan ik het weer aanpassen. Dus het gaat niet meteen invloed hebben op de laag. Het blijft er zeg maar een beetje aan hangen. Vervolgens moet dit alleen effect gaan hebben op de huid. De doek, daar hoef ik helemaal niks aan te doen. Het gaat echt om de huid. Dus ik ga die huid selecteren. En dat doe ik gewoon met de wizard. In dit geval, de snelle selectie. En ik ga gewoon zo even rondom het gezicht. Nu ga ik dit dadelijk in een masker zetten. Dus ik ben er helemaal niet mee bezig dat ik uh, per ongeluk te veel selecteer zoals de ogen of uh, de mond. Dat kan ik dadelijk allemaal nog ongedaan maken. Voor de kleinere gebieden maak ik mijn borstel iets kleiner. Zodat hij iets nauwkeuriger selecteert. En je ziet het als hij ernaast gaat, dat kan gebeuren. Als je de Alt ingedrukt houdt, dan zie je dat het uh, icoontje dat het. Plusje een minnetje wordt. En dan kan ik gewoon deselecteren. En op die manier kun je vrij secuur te werk gaan. En nogmaals, we maken een laagmasker. Dus we kunnen in een later stadium altijd nog dingen aanpassen. Gewoon met uh, andere tools. Nou, ik ga het hier even bij laten. Ja, dat ga ik wel met de hand doen. En ik maak vervolgens een leermask aan of een laagmasker. En je ziet in mijn laagmasker, als ik de alt indruk um, houd en wel even op het masker in klik, het. dat Aha. ik eigenlijk alleen de vormen van het gezicht heb. En dat ga ik nog een klein beetje verfijnen zometeen. Maar je zult zien als ik dat nu ga doen, dan zie ik niet echt goed waarin ik bezig ben. Maar ik ga hier dus het eerste filter op toepassen, het eerste echte filter. En dat is het filter levendigheid. En als je dat selecteert, dan trek je gewoon aan de slider levendigheid. En dan zie je dat heel mijn foto wat grauwer wordt. Nou, we hadden gezegd dat willen we alleen op de huid. En dat doen we door het filter levendigheid te koppelen aan de laag daaronder. En dat doen we met een uitknipmasker. En dat kun je uh, bij sommige filters hier vinden. Maar je kunt het ook altijd vinden met de rechtermuisknip en uitknipmasker maken. En je ziet, het heeft opeens alleen maar effect op mijn gezicht. En zoals ik het net zei bij het haar. Ja, daar is de selectie niet zo geweldig. Dus die kan ik eventueel nog gewoon wat aanpassen met een borstel. Of met andere selectiemethodes. Net wat nagelang je gewend bent. Maar ik doe het gewoon even ruig en snel. En eventueel kun je met een borstel ook gewoon bijvoorbeeld de dekking verlagen. Normaal staat die op 100. Maar als je hem bijvoorbeeld op 50 zet, dan schilder je met een lichtere kwast. En maak je dus een kleinere gradatie daarin. Zo vind ik bijvoorbeeld dat de schouders die onder het doek zitten ook voor een deel meegenomen moeten worden, maar niet voor de volle 100%. Nou, en dat kan ik gewoon heel simpel door inderdaad een kwast op, nou, laten we zeggen 50% te beginnen. En je kunt daar gewoon dan een stukje overheen schilderen. Schilder wel in één keer door als je met een lagere dekking werkt. Want als je de muis of de pen loslaat, dan begint die gewoon opnieuw en heb je dus twee keer 50. Dat is nee, nog geen 100%, maar wel iets lichter dan 50. En nogmaals, ik doe dit nu allemaal even heel grof, gewoon om snel resultaat te krijgen. Bovenop deze laag levendigheid ga ik nog een klein beetje aan het contrast doen. En dat doe ik door middel van curven, weer een aanpassingslaag. En ik zet hem onderin een klein beetje terug en bovenin een klein beetje omhoog. En je ziet dat de huid alweer een beetje lichter is. En in de hele donkere gebieden een beetje donkerder. Ook hier maak ik een uitknipmasker van zodat het geen invloed heeft op de rest van mijn foto. En vervolgens maak ik nog een volle kleur aan. En daar kies ik wit voor. En je drukt op OK. Je ziet bij dit filter dat je onderin geen optie hebt voor een uitknipmasker. Maar klik je er met rechts op, dan heb je hem wel. En je ziet waar mijn laagmasker dus allemaal is toegepast. Nou, dit is geen gezicht. Letterlijk en figuurlijk. Dus in plaats van normaal kies je voor de dekkingsmodus zwak licht. En je ziet dat het gezicht wel terugkomt. In principe zijn dit de stappen die je moet doen. Het is alleen te. Laat ik om te beginnen ook nog even netjes de ogen eruit halen. Door ze op het laagmasker zwart te maken. En ook de wenkbrauwen. En nogmaals, als ik te ver ga, ik vul gewoon met mijn witte kleur weer in het masker. En ik krijg zo een betere selectie. Dit is allemaal te licht. Nou, op zich is dat heel simpel. Als ik gewoon de onderste laag, de, de laag waar zeg maar, mijn informatie staat van de huid selecteer, en ik ga boven de bovenste hangen, als ik de shift ingedrukt houd, dan selecteer ik ook de tussenliggende lagen. En heb ik ze alle vier geselecteerd, kan ik ze mooi met Ctrl-G in een groep zetten. En ik kan gewoon de dekking van de groep aanpassen, nagelang mijn smaak. En dit vind ik bijvoorbeeld, 50% vind ik bijvoorbeeld al een aardig stuk beter. Nou, Zeg je nu van op de mouwen bijvoorbeeld, is de selectie nog niet sterk genoeg, omdat we daar met 50% hadden gekozen. Ik kan gewoon op het laagmasker klikken en opnieuw met een kwast met een lage dekking van bijvoorbeeld 30% nog net even een klein beetje erbij voegen. En je ziet als ik op het laagmasker klik, dat ik bijvoorbeeld verschillende gradaties heb. In het gezicht en op de handen is het echt wit, maar aan de zijkanten is het uh, net niet wit. Dus daar is het laagmasker wel actief, maar niet voor de volle 100%. En eventueel kun je ook nog andere dingen aanpassen, zoals de levendigheid een klein beetje terugzetten. En je kunt natuurlijk altijd met de dekking spelen. Hou je hem echt op 100% en zou je bijvoorbeeld alleen de kleurvulling wat uh, lager maken, dan krijg je echt een hele lichte witte huid. Wordt het bijna porselein? Persoonlijk vind ik dat eigenlijk gewoon te veel van het goede. Maar voor de balans is dit wel een aardige